dit filmpje online zet, dan is het kerst. Ik heb de afgelopen maand een pakket uit mogen pakken. En die heeft een hele lieve, vriendin voor mij gemaakt. Claudia, ik bedoelde dat ik heel graag meedoe met de swaps. Maar dat ik het altijd wel heel erg veel, heel zwaar vind. Zeg maar, om het netjes dan ook op tijd op te sturen. Zo het netjes inpakken. En, nou. Dus zij dacht, weet je wat, dan maak ik voor jou gewoon een adventkalender. En daar hoef ik helemaal niks voor terug. En zo ziet het eruit. Allemaal op mijn kanaal. Abonneer op mama's kanaal. En op mijn kanaal. Ja, vooruit. Nou, overal zitten wel nummertjes op. Okay. Mia heeft een 2 gevonden. Het is vandaag 2 december. Dus we mogen er 2 uitpakken. Okay. En het is een beetje zoeken naar 1 dan. 11. Nummer 22. Nummer 8. 1. Nummer 8. Hey, goed zo. Nou ja, deze 2 cadeautjes mogen we dan vandaag openmaken. En de rest van de cadeautjes, die komen... morgen. Ja, nummer 3 wel. En de rest van de maand. Oh, nummer 3 is een grote, Mia. Oeh. Wow, jammer hè, dat we die nu niet open mogen maken. Jij hebt deze. Oh, bedankt. Nou, dit is nummer 1, dus ik mag beginnen dan. Ja. Oké. Okay. Ik voel een fiets. Nee. Oh. Oeh, ruik eens. Zeep. Het is zeep. Oh, wat schattig zeg. Kijk, just a so pricey for you. Is dit niet schattig? Ik weet niet of je het kunnen zien. Cheetah. De kop is eraf. Nummer 1 hebben we uitgepakt. Dan mag jij. Oh, Mia is al begonnen. Wauw. Wat is dit? Dit zijn servetten. Gaan we zien. Leuk zeg. Halloweenstijl. Niet helemaal december, maar ja, ze weet dat ik het eigenlijk altijd wel leuk vind. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dankjewel, Claudia. En nou ja, tot morgen. Mia, laat nog eens zien. Oh, heel schattig. Mia had een ontdekking van het zeepje. Dat is schattig. Hè? Je kan het ook echt voelen. Kan je het gezichtje voelen? Ja, het is erin geponst, getanst. Al goed. Heel leuk. Goedemorgen, het is dag 3. Van de adventkalender, dus ik ga hem even erbij pakken. En dit hebben we Mario Pony. Ja, maar deze... Gisteren is het al gelijk voor mij pakjesavond geweest. Ja, gisteravond hè. Ja, want Mia die gaat vanavond al naar papa. En dan hebben we hier alvast pakjesavond gehad. Sorry hoor, echt net wakker. Ik ben eigenlijk een beetje ziek. Ik heb vanmiddag getest. Kijk, nummer... Nee, als het kan zien. Oh ja, ik doe hem hier. Nee, het is vandaag nummer 3. Dan maak hem open. Maar we mogen toch 3 openmaken? Nee, alleen het nummertje 3. Maar... Het is nummer 3. Ja, we moeten toch 3 openen en we moeten 2 openmaken. Giftig. Wat zijn dat? Dat is wel zwaar. Zwaar. Oh, ze is even een pot, zeg maar, van Kedemiek. Voel je? Hoor je? Oh, ze zijn wel leuk zeg. Maar deze zijn dezelfde. Ja, die zijn dezelfde. Ze hadden misschien geen derde andere meer. Leuk hoor, voor op de herfsttafel volgend jaar. Hé? Oh. Oké, dankjewel. Tot morgen. Het is vandaag, even nadenken hoor, woensdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, het is vandaag de 12e. En ik heb niet netjes elke dag een pakketje opengemaakt, dus ik heb een inhaalrace te doen. Mia is er ook bij en die wil ook heel graag pakketjes uitpakken nog. Dus ik denk dat ik het doormidden hak en voor de helft de pakketjes uit ga pakken die ik nog moet uitpakken. En zo'n hele volle doos. En laten we maar gewoon lekker uit gaan pakken. Oh, kijk nou, heb ik gewoon een hele kaartje erin. Helemaal niet gezien. Oh, kijk nou. Lieve Pinders, tijdens de vakantie in Brabant hebben we het
geksnerend over gehad. Wel uitpakken, maar niet de stress van het maken wel of niet een adventswap. Ik heb gezegd dat ik er één voor je zou maken, maar geen planten en geen schedels. Jammer weer. Veel plezier met uitpakken, ik hoop dat je het leuk vindt. Kusje, Claudia. Super lief. Toch een kaart, die had ik nog niet gezien, sorry. Leuk ze lekker warm altijd, dat scheelt. Een 10, nummer 11, 13. Ik heb er nog 7 uit te pakken als ik die van morgen meetel, is dat 8. Dus als we dat dan doormidden hakken, komen we op 4 pakketjes uit voor nu. En 4 pakketjes dan voor morgen. Dus dan ga ik er nu 4 afhalen. Dus de 12 gaat er nu af. En 11, 10 en ja, ik wil zeggen 9, ik weet het niet. Maar kijk, het kan allebei. Ze zijn allebei dezelfde, zeg maar. Dus ik weet niet welke ik dan ja, als 6 moet zien. Deze doe ik gewoon lekker terug. Zo. En dan heb ik 4 pakketjes om uit te pakken voor vandaag. Dus, nou, dan beginnen we met 5. Ja. Smile. Oh, hier ben ik wel echt oprecht blij mee. Yes! Ik had deze meegenomen naar ons Brabants vakantieweekendje. En daar hadden we een vriendin, had ik een camera van geleend. En toen had ik er zelf ook eentje gekocht op Marktplaats. Dus het is super leuk dat ik dit nu ook nog een keer ja, meer foto's van kan maken. Toch? Zijn van die instant foto's. Super leuk. Nummer 6. Denk ik. We gaan het zien. Something sweet. Staat erop. Oh ja. Kijk, dan weet je dan wie je echte vrienden zijn. Die je netjes volgen op YouTube. Want dan weten ze inderdaad dat ik dit super lekker vind. Ik vind het echt te geweldig. Dus zeg maar een beetje ja, van die gepofte rijst en met chocolade omheen. Is echt heel erg lekker. Nummer 7. Making notes. Doe ik eigenlijk nooit. Moet ik wel doen. Maar ik denk niet zo goed in. En het is een leuk notitieblokje. Oh, is wel heel erg schattig. Kijk, hier met een kaakje erop. Leuk zeg. Nou, dat is wel schattig. Die had Mia eigenlijk open moeten maken. Was er wel heel erg blij mee geweest. Nou ja. En voor nu het laatste pakje. Dat is nummer 8. En daar staat Just Cute. Oh, heb jij een foto van mij erin gedaan? Op posterformaat? Dat is cute. Zo, wat is dit? Cadeau / kafpapier. Dat is wel heel erg schattig inderdaad. Ik zal het heel even eruit halen, anders zie je het niet. Het is van een heel schattig soort inpakpapiertje met lollies. En hele schattige gezichtjes erop. Doe een beetje denken aan dat, aan dat stuk zeep. Studioschatkist.nl is het van. Dus nou, vind je het nou leuk? Check het uit. Ja toch? Ik denk dat dit ook van Studio Schatkist is. Ja. Ik vind het wel heel schattig wat ze maken. Maar voor nu in ieder geval, tot morgen. Ik heb echt vette hik. Tot morgen. Zo. Goedemorgen. Mia zit lekker aan de ontbijt. En we dachten, we pakken nog eventjes wat pakjes uit. Hè? En dan is dit de volgorde. Kijk maar. 9, 10, 11 en 12. Zie je? Ga jij die uitpakken? Dan doe ik nummer 10. Okay. Nou, ik wil ook wel wat, hè? Ja. Chocola. Oeh, lekker zeg. Kijk, en er staat op. Voor Supermama! Dat ben ik. En hier staat Time to send some love. Mijn eentje. Oh, leuk zeg. Kerstkaartjes. Ik wil deze roos houden. Nou, we doen eventjes tegelijk uitpakken, want Mia moet gewoon zo naar school. Ik moet haar nog doen. Anders red ik het allemaal niet. Oh, ik denk dat ze wil ruilen. Ja, jij deze maar verder openmaken. Lekker! Toch een skul! Haha, toch een schedel! Wat is dit? En Mia heeft een spelletje. Kleurenbingo is dit. Dat is leuk. Kijk! Oh, en dit zijn de spelregels. Echt heel erg schattig. Ook weer van dat Studio Schatkist.
En ik heb het gisteren eventjes opgezocht. En de site is wel echt super adorbs. Dus ga het ook eventjes kijken. Nou, dan gaan we ons klaarmaken voor... school. Voor school. Daar zijn we echt super blij mee, hè Mia? Nee. Oké, tot morgen. Doei. Doei. Wat is het? Wat is het? Spelletjes. Jeetje, wat een dingen. Oh, met gewijtjes en glitters. Dat is mooi, hè, Mia? Dankjewel, Claudia. Tot morgen. Hoi allemaal. Ik ga vandaag nog een cadeautje uitpakken. Maar... nog twee spelletjes. Dezelfde weer? Ja. Kijk hè? Zelfde kleurtjes of ook niet? Ja, hetzelfde. Dat is niet erg. Die kan je dan vanavond in naar het kerstdiner. Toch? Ja. Even kijken hoor. Mia die mocht van mij 2 pakketjes openmaken die eigenlijk voor volgende week waren. Dat waren dan die speeltjes. Want Mia is volgende week bij papa. Dus ik denk ja, dat is een beetje lullig natuurlijk dat ze dan daarop moet wachten. Volgens mij mag ik er dan nu ook nog eentje openmaken. Dit is voor kerst. Dit is nummer 13. Dus dan ga ik voor nummer 13. Nee, ik mag hem openmaken. Hier, kijk. Filmen. Wat zit erin? Maskers. Lekker. Lekker. Nou, tot morgen. Doei. Oh, dag. Doei. Welkom op mama's kanaal. Ik moet vandaag naar papa, dus ik mag een cadeautje uitpakken. En dan is deze. Laat ik meteen openmaken. Wat zijn dat? Huisjes? Oh, je kan, dat zijn huisjes meer. Die kunnen we aan elkaar lijmen. Aan elkaar plakken. Met ja, een soort snoepgoed, zie je? Daar kunnen we 3 huisjes van maken. Hoi. Goedemorgen. Het is dinsdag de 21ste. En ik loop een beetje achter. Een klein beetje bezig. Zo. Ik merk toch wel dat ik het leuk vind om gewoon eventjes een paar cadeautjes tegelijk open te maken, zeg maar, van mijn adventkalender. Adventkalender. Dus we kunnen nu uitpakken. Ja, tot de 21ste. Nummer 15. Ja, dit is een beetje heel erg oud, maar dat kwam omdat Mia dus 2 pakketjes mocht uitpakken omdat ze naar de vader ging. Dus nou, deze was lang overdue. Dus dat gaan we doen. Oh, wat leuk. Kijk nou. Er zitten sprinkles in met boompjes en met sneeuwvlokjes. En oh, dat is van die koekjes. Wat leuk. En dan nog deze soort van Smarties of zo. Ja, chocoladehartjes voor op die huisjes van die koekjes te maken. Om dat aan elkaar te lijmen met ja, cake glue. En dan kunnen we het versieren met dit. Dus dat ga ik gewoon lekker met Mia de tweede kerstdag doen. Want ik denk dat we dan gewoon thuis zijn. Dus dan gaan we lekker samen aan de slag. Ik zie je niet meer in dit filmpje. Maar laten we even het resultaat natuurlijk op Instagram zien. Wat hebben we nog meer? Oh, dat is een heel erg goed shot. Kijk, al die lijnen. Nou. Nummer 16. Oh, ik ga hem helemaal zo. Maar het was dit. Toch wel. En het is... oeh! Het is vleugelijs. Nice. Maar deze mag ik er dan nog eentje openmaken. Oh, wat grappig. Ik heb van het swappapier gekregen wat ik ook in mijn andere swap had gekregen. Dat is wel heel leuk zeg. Dan kan ik ook met een swappapiertje inpakken. Swap, swap, swap en swap. Oh, er zit nog wat bij. Ja, van leuke lintjes inderdaad. Zie je wel? Jij verdient een lintje. Leuk zeg. Kijk. Zo, en dan het laatste pakje voor deze ochtend. Nummer 19. En dan zijn we weer helemaal bij. De nummering klopt eigenlijk niet meer. Want ik zie hier ook nog een 20 staan. Maar ja, nogmaals, omdat Mia natuurlijk eerder haar cadeautje mocht uitpakken, loopt het een beetje door elkaar heen. En ik heb even wat cadeautjes opgespaard om in één keertje uit te pakken.
Jullie mogen eerst kijken. Kan je het zien? Oké. Okay. Nou, daar wordt er wel gelijk stukken beter van. Oké, dit is niet echt wat voor mij. Zo, nou, dit waren mijn cadeautjes voor nu. Ik heb er nog 4 te gaan. Nou, eigenlijk nog 3 te gaan. Dan is het kerst en dan mag ik ook nog eentje openmaken. Dus... ik zie jullie heel erg graag. Ja, ik denk dat jullie vrijdag weer terugzien. Zodat ik dan nog 3 cadeautjes heb. En dan op kerstochtend dan het laatste pakje openbaar. Hoe vinden jullie mijn haar trouwens? Ik had gisteren echt zo'n verschrikkelijke pony. Dat is echt niet normaal. Dus ik dacht, nou dan doe ik hier zo bovenop wat. Oh goed, ik zie jullie vrijdag. Laat even weten wat je van mijn haar vindt. Nou, we zijn nu bij Marnix thuis, want het is steeds makkelijker met het doorsluizen dadelijk naar ja, kerstavond waar we dat vieren. Ja. Ja, nou, we hebben nog 4 cadeautjes over. En die gaan we nu uitpakken. Woeps, de kat komt er ook langs. Nou, kom je erbij? Mia mag die uitpakken. En mag jij de lange stok en daarna nog deze en jij die. Oké. Dit is een cadeautje. Nou, die gaan we even openmaken. Ik ga het openmaken. Is het erin? Ik snap het niet. Oh, een stuk foam. Hoe heet het ook weer? Steekschuim. En een baklood aan... wat zijn dat? Paddenstoeltjes. Met steekjes. Ja. En dan heb ik hier nog een pakketje inpakpapier. Weer met van Swap, Swap. Kijk, en dan heb ik hier nog mooie stickertjes voor op Swap pakketjes te doen. Leuk. Ik ben deze. Nou, Mia pakt de grote. Nou, maak maar open dan. Oh, die lust zijn niet van mij. Nee. Nou, dit is dan het laatste pakketje die ik eigenlijk morgenochtend pas open mag maken. Op kerstochtend. Maar ik wil dit filmpje graag gewoon klaar zijn ermee. Afwrappen. Wat, ja, wat is het? Hè? Oh, goed. Maar ik wil dit, wat staat er? 202? Waarom dan? OZ. ZOZ. Oh, hier. En daar staat Make Memories. Wat is dat? Dat betekent maak herinneringen. En daardoor wist ik eigenlijk wel gelijk over de pad, inderdaad. En er zijn nog meer Instax mini foto's. Vond je het pakket leuk, Mia? Ja! Vind je zo schreeuwen, dat is echt niet nodig. Super leuk deze. Ja. Claudia, super bedankt voor deze leuke adventkalender. Ik vond het echt heel erg leuk om uit te pakken. Volgend jaar weer, ja toch? Voor nu iedereen hele fijne feestdagen toegewenst. En heel graag tot volgend jaar, toch? Yep. Ja, wees voorzichtig, blaas je vingers er niet af. En proost alvast. Proost. Proost met een stokje. Proost met de champignon. Fijne feestdag allemaal. Doei. Dankjewel voor het kijken. Doei.